Hallo, ik ben Paul Schoenmakers. Welkom bij Schoenmakers Food, inspired by Vitonia. Hier staan we nu bij een partij moederplanten. Moederplanten wil zeggen, hier snijden wij onze stekker vanaf. Wij produceren onze moederplanten in Nederland en we zijn weer zelf moeren aan het kweken hier. Daarvoor zie je hier een verscheidenheid aan allerlei kleuren die wij aan klanten leveren. Geel, oranje, paars, voor elk interieur hebben wij een kleur. Wat hier gebeurt in deze ruimte is dat de plantjes die wij stekken aan de wortel gebracht worden. Na ongeveer 2 weken zit er een worteltje aan deze plant en gaat hij naar de volgende ruimte. Dit is eigenlijk onze kraamkamer. Als ze dan beworteld zijn, dan komen ze in deze ruimtes. De kwekerij waar ze kunnen groeien. Op deze plek blijven ze staan totdat ze wijder gezet worden. Een leuk detail is, dit is eigenlijk de bloeiwijze van de Vitonia, zoals je hier ziet. De Vitonia die bloeit 1 dag. Vervolgens gaat hij dood en valt hij uit. Waar we nu bij staan is eigenlijk een soortje wat nog niet in productie is. Dit is eigenlijk gloedje nieuw. Dit is een nieuw soortje wat wij gaan introduceren de komende jaren op de Vitonia-markt. Wat je hier ziet is een van onze machines die wij zelf hebben uitgedokterd. Er is heel veel te automatiseren, maar wat bij ons niet te automatiseren is dat de stekjes automatisch in de grond gaan. Dus het steksteken van onze producten blijft handenarbeid. Maar alles wat er omheen gebeurt, dus het brengen aan de potjes, het halen van de bakken en dergelijke, kunnen we heel goed automatiseren. Dit zijn planten die gaan we gebruiken voor in smart cups. Dat is een soort koffiebeker waar we de planten in zetten. Pot 12, ramvolle planten. Mooie kleuren, schitterende planten. En zo komen ze bij de klanten binnen. Echt iets voor OZ. Je moet dus echt kijken naar het detail in het blad. Maar als je heel goed kijkt naar de nerf, dan zie je dat die eigenlijk fuchsia kleur heeft. Dit is eigenlijk een nieuw soortje wat we hebben. Dat is de mini-wisper. Een witbladig, zo noemen wij dat, witbladig. Korte opbouw, korte internodiums. Zonder te remmen, zonder chemisch materiaal eroverheen spuiten, blijft hij gewoon kort van zichzelf. Normaal gesproken leveren wij Vitoniaatjes natuurlijk in onze treetjes af, zowel in pot 8,5 als 12. Maar je kunt ze ook in andere toegevoegde waarden krijgen, die jij maar wil. En zoals je ziet, Vitonia kan ook tegen een stootje. Die tree kan ik gewoon op de planten zetten. Zo sterk is Vitonia. IJzersterk. Hier zien we dus klare producten in deze kast staan. Dat wil zeggen dat deze planten klaarstaan om uitgeleverd te worden. Wij maken best veel voorraad van gemengde trees bijvoorbeeld. Met 7 kleuren erin. Die elke week weer wijzigen. Om zo snel onze planten te kunnen leveren aan klanten. Lieve mensen, ik hoop dat jullie een goede impressie hebben gehad van ons bedrijf. En ik wens jullie nog veel succes. En houden we!